Nou, er is aan de hand wat we gemeld hebben op de persconferentie dat er een verschil is in bestuurstijl. We hebben met elkaar benadrukt dat we dit allemaal een trieste situatie vinden. Ook ik als medegrondlegger van dit college. We zijn met elkaar ambitieus begonnen. We hadden een ambitieus programma. We waren een team. Maar als je tijdens dit constateert dat er hier en daar een scheurtjes in komen, dan voer je eens gesprekken. En ik heb diep respect voor de keuze die Ad van der Tuuk en die we met elkaar gemaakt hebben, maar waar Ad ook zijn conclusie heeft getrokken. Dat je zegt, in het belang van, als die scheurtjes komen, het team moet zijn werk kunnen doen. Maar ja, waar is het dan verkeerd gegaan? Ja, soms weet je niet waar het misgaat. Gaat hij te langzaam voor u? Want het gaat ook om ambitie. Over ambitie onder andere. Dat heb ik niet gezegd. Als er één ambitie heeft, heeft ook Ad van der Tuuk ambitie. Maar soms loopt het niet zoals het loopt. Soms krijg je scheurtjes in het team. Soms klikt het tussen mensen, soms klikt het minder. Dat kan zijn. Klikt het tussen u en Ad van der Tuuk, uw collega, niet? Jawel, het zegt ook een andere. Ik geef als voorbeeld aan dat je soms ziet dat het niet klikt en dat je niet weet waaraan het ligt. Soms komen de scheurtjes zonder dat je aantoonbaar hebt waar die scheurtjes door ontstaan. Maar als ze er wel zijn, moet je het erover hebben als je met elkaar een team wilt zijn. En als meneer Brink, het is wel raar, want is het niet raar? U hebt meer dan 4 jaar bij elkaar gezeten. 4 jaar was er niks aan de hand. Nu bent u halverwege de periode en zo ineens komen er dan scheurtjes in het college. Heeft het ook misschien met financiën te maken? U bent van de economie, Ad van der Tuuk is van financiën, dat het daar niet loopt. Nee, ik denk als het om financiën ging, hebben we de vorige 4 jaar moeilijke jaren gehad. Er is nu juist ruimte om met elkaar dingen te kunnen doen. Dus daar zat het niet in. Het zit ook niet in de politiek. En ik blijf bij ons wat we ook gezegd hebben. En dat is ook echt zo. Het zit in bestuurstijlen, het zit in optreden. Maar het leidde wel tot het team vervagen. En dat je niet het team bent waar je mee begonnen bent. Maar dat strookt toch niet met elkaar als dat wel politiek wel goed gaat, maar bestuurlijk kennelijk niet. Ja, maar je kunt het politiek eens zijn, maar je moet met elkaar wel besluiten nemen. Je moet met elkaar dingen doen. En hij nam niet op tijd besluiten? Nee, dat heb ik niet gezegd. Dat is uw conclusie. Ik heb gezegd dat er scheurtjes in het team kwamen. Verschillende bestuurstijlen. En wat de beste is, dat weet je niet. Dat kun je altijd achteraf constateren. Maar dit is de conclusie die we gezamenlijk hebben getrokken. Hoeveel lijnpogingen heeft u gedaan? En hoeveel lijnpogingen heeft de commissaris gedaan onder andere? Nou, daar ga ik niet op in. Deze conclusie is vandaag genomen in het belang van de zaak. En we hebben diep respect voor de keuze die er gemaakt is. Mag ik u vragen, hoe lang speelt dit al? Dit is niet van gisteren. Maar de afgelopen jaren al? Van voor de verkiezingen nog? Nee. Dat blijft toch vreemd dan? Hè? Als je dan je afvraagt van hoe kan het dan zo van een op de andere moment. Gedeputeerde Ad van der Tuuk was hier dus in zijn vrije tijdskleding. Dus, en vandaag is dat besluit genomen. Toch op persoonlijk vlak dan? Nou, ik ga niet over zijn kleding. We hebben vandaag dat besluit genomen. We hebben gemeend in het belang van het zo snel mogelijk aan de pers mee te moeten delen. Natuurlijk zijn er eerder gesprekken gevoerd, maar soms moet je een keuze maken. En dit bekeuze is vanmiddag gezamenlijk gemaakt. De PvdA komt met een nieuwe gedeputeerde? De Partij van Arbeid is op zoek naar een nieuwe gedeputeerde. Dus aan de partij ligt het niet? Nee. Heeft u dan ook voorkeur? Want als u zegt op bestuurlijk vlak enzovoort, dan heeft u waarschijnlijk voorkeuren. Nee, wij gaan niet over de keuze die de Partij van Arbeid maakt om de voordracht te doen voor een nieuw gedeputeerde. Waarom is de gedeputeerde er zelf niet, Van der Tuuk? Dat is een keuze van de heer Van der Tuuk en die hebt u net gehoord in de persconferentie dat hij geen behoefte had om een toelichting te geven.